Hallo allemaal, goedemiddag. Nou, vandaag is een beetje een luie dag geweest. En zoals je aan de zonstand al kan zien, hier in Benidorm, is het al behoorlijk laat. Dat klopt ook wel, het is ongeveer rond uur of 5:30 nu. Dus ik denk ook niet dat er nog veel gaat gebeuren. Het was vandaag eigenlijk, is dit het eerste zonnetje wat we weer een beetje zien. Dus de hele dag is het toch wel half bewolkt geweest. Wat je nog een beetje op de zee kan zien ook. Dus ja, het is een beetje koud toch ook wel. Een graadje of 18. Dus dat was niet 17. 17, ja, 17 was veel erger. 17 graden, dus het was een beetje koud. En de kinderen die zijn de hele dag lekker de stad in geweest. En zijn buiten. En wij, ach ja, hebben gewoon een rustige dag gehad. Dus het was niet echt veel om te filmen, zou ik maar zeggen. Dus, nou ja. En, ik bedoel, het moet wel heel gek lopen. Maar als er vanavond niets meer gebeurt, en dat verwacht ik eigenlijk niet. Ik verwacht dat we gewoon heel saai een stukje gaan wandelen. En dan, ja... Gewoon vroeg naar bed gaan eigenlijk. Ja. Kijk, het is voor ons ook niet zo heel erg. We hebben nog een heel jaar. Hier zo. Of nou, een heel half jaar in ieder geval. Dus, nou. Ik zou zeggen. Mocht ik jullie niet meer zien van vanavond. Dus dan zijn deze lichte beelden de laatste beelden die je ziet. En misschien dat ik vanavond, als ik de hond ga uitlaten, nog heel even een klein stukje film. Maar ik denk het niet. Ik bedoel, ik krijg hem natuurlijk ook wel een beetje genoeg van die zee. Alhoewel ik er zelf geen genoeg van krijg, hoor, moet ik zeggen. Het is echt heel mooi hier zo. Ja. Ik verveel me ook geen seconde. Heel gek. En volgende week dan ga ik weer werken. Maar het is nog lang geen volgende week, want het is nu pas woensdag. Het was vandaag marktdag. Maar we zijn niet naar de markt geweest, niks. Gewoon eigenlijk een patatje gegeten aan de boulevard. Beetje wel gewandeld. Ik heb 7000 stappen gemaakt, dus dat is ook niet echt dat je zegt van wow, dat is veel. Maar nee, we zien het allemaal wel. Ik kan wel zien dat aan het strand, dat is misschien wel leuk om te vermelden, dat de zee die is best wel behoorlijk heftig en je ziet daar zo dus een betonblok. Normaal gesproken zag je die niet, want die, ja, die zit allemaal ver onder het zand. Maar hier is er zoveel zand weggespoeld. En de afgelopen paar dagen hadden we natuurlijk code rood en code oranje. Is er behoorlijk, hebben de kusten best wel behoorlijk wat te lijden gehad. En zijn er zelfs diverse overstromingen geweest. Onder andere in Valencia, daar is één dodelijk slachtoffer gevallen. Maar ja, hier zo is eigenlijk ja, een beetje, dat is de grootste schade. Dus dat het zand rond het betonblok een beetje weg is. Ja, ja, echt spannend is allemaal. Mensen, morgen gaan we verhuizen, ja. Morgen gaan we een verdieping hoger wonen. Dus dan gaan we hier boven wonen. Daar gaan we dus morgen wonen. En dan hebben we iets minder last van de discotheek. De discotheek, dat is waar je hier zo die rode lui van ziet. Dat is een discotheek. En dan is die discotheek, die is nu dicht hoor. Die is alleen nog in de weekenden open. Dus dat valt ook wel weer mee. Maar ja. In ieder geval, dat bordesje trouwens, dat balkonnetje wat je daar ziet, dat is voor een restaurantje. Tenminste, dat is van een restaurant wat je naar beneden kan lopen. En dan kan je op die manier ook ja, bij het water komen. Niet echt dat je zegt van, goh, dan ga ik daar eens een duik nemen vanaf die rotsen. Maar, nou ja. Oké, mensen. Mocht ik jullie dus niet meer zien, dan zeg ik nu alvast tot morgen. En zie ik jullie wel. Nou ja, helemaal geweldig. Dan heb ik vast iets nieuws te melden. Anders dan... dat de hond zijn behoefte gedaan heeft. En dat er zakjes op zijn of zo. Maar ik zou zeggen een hele fijne avond. En
Tot morgen.